Oh, er ligt zoveel rommel op mijn eiland. Ik moet dat echt allemaal even opruimen. Alleen wat ik er allemaal mee moet, weet ik niet. Waar is mijn diamondblok gebleven? Torben is niet online. Torben? Torben heeft sowieso mijn diamondblok gestolen. Hallo, Torben. Torben, is mijn diamondblok hier? Dit meen je niet. Dit meen je niet. Oeh. Hier liggen wel allemaal spullen van Torben. Alleen als ik dat gestolen heb, denk ik vooral altijd ruzie met Torben. Want Torben en ik hadden namelijk een afspraak gemaakt, hè. We moesten allebei een boot bouwen. En degene met de mooiste boot, die won dus dat diamondblok. Nou, ik ben ervan overtuigd dat ik de mooiste boot heb gemaakt die er bestaat. En Torben heeft de lelijke prinsessenroze boot gemaakt. Ik vind die heel erg lelijk. Maar ik heb de perfecte manier hoe ik Torben kan terugpakken. Ik heb namelijk in mijn boot... Wat, we konden in Creative Potion... Heb ik stiekem... Wat verstopt waarvan Torben niet weet dat het er zit. Ik heb dat ook niet in de video laten zien. Aangezien Torben mijn video zou gaan kijken. En dan wist hij wat ik van plan was. Maar als ik hier dit eventjes weghak. Dan staat hier beneden een kistje. En in dit kistje zit TNT. Dus ik denk gewoon dat het echt een hele leuke prank is. Als ik Torben zijn huisje en gewoon zijn boot opblazen met TNT. Of nee, weet je wat? Ik doe wel alleen zijn boot opblazen met TNT. Anders vind ik het best wel een beetje zielig. Het enige wat ik nodig heb is om het TNT aan te steken. Is iets om het daadwerkelijk mee aan te steken. Wacht. Kan ik op deze manier TNT aansteken? Nee, dat kan niet. Oh, hoe ga ik dit doen? Kan het met een campfire? Nee, dat kan ook niet. Heeft Torben iets waarmee ik het kan aansteken? Oh, Torben heeft flint. En ik leen gewoon even de pickaxe van Torben. Want ik heb dan wat ijzer nodig. En met flint en steel kan ik dus een aanstekertje maken. Dat is perfect. Oké. Ik moet even op zoek naar een cave. En het enige wat ik moet vinden is gewoon wat iron. Dan smelt ik dat even in mijn furnace. En dan blaas ik Torben zijn hele boot op. Oké, dit is echt een heel leuk idee. Alleen, ik moet het wel snel doen. Want als Torben online komt en hij erachter komt dat ik zijn pickaxe heb... Dan hebben we ruzie en ik wil geen ruzie met Torben. Of nou ja, we krijgen sowieso ruzie omdat hij mijn diamond blok heeft gestolen... Terwijl ik de mooiste boot heb. Oké, eens even kijken. Hier is een cave. Alsjeblieft zeg maar dat hier wat steen ligt. Hallo. Al die zandcaves de hele tijd. Het is hier ook hartstikke donker. Nee, hier heb ik helemaal niks aan. Ik ga gewoon hier naar beneden hakken, terwijl ik op een gegeven moment gewoon een cave tegenkom. Nee, hier heb ik niks aan. Waarom is ijzer vinden in een woestijn zo moeilijk? Anders loop je gewoon een cave in, dan heb je altijd meteen al ijzer gevonden. Wacht, hier is een cave. Alleen het is hier heel erg donker. Ik zie ook helemaal niks. Ik heb ook helemaal geen toortjes mee. Oké, misschien was het slim geweest als ik ook even wat toortjes had gemaakt. Ik zie hier wel wat kool. Kijk, dat kan ik perfect even meenemen. Dankjewel. En ik heb hier wat sticks. En daarmee maak ik torches. En als ik die torch neerzet, kan ik iron zien. Of niet? Ja, ik zie iron. Let's go. Dit is perfect. Oh. Oké, we zijn hier echt in een hele grote cave. Alleen ik moet wel uitkijken, want er zijn hier allemaal zombies. En dat wil ik niet. Ik heb maar een klein beetje ijzer nodig en meer heb ik niet nodig. Dus ik ga heel snel weer omhoog, want ik hoor gewoon al zombies. Zo, we gaan hier weer omhoog. Kijk. Dit is perfect. Dit even weghakken. En wegwezen hier. Waar is de uitgang? Het is donker. Ik heb geen zin om aangevallen te worden door zombies. Oké, we zijn weer buiten. Dit is perfect. Ik moet dit zo snel mogelijk doen. Het is een snelle missie, want Torben mag niet online komen om zelf ook Bloomburg te gaan spelen. Oké, waar was mijn boot? Daar is de boot. Kijk hoe mooi mijn boot is. Ik denk dat ik ook gewoon met die boot ga terugvaren naar Bloomburg. Oh, want de vakantie zit er helaas alweer bijna op. Het was een hele leuke vakantie met een heel mooi waterpark die ik hier achter me heb gemaakt. Torben en ik hebben leuke avonturen beleefd. En Torben heeft mij getrold met een schat. Ik heb Torben getrold met een dirthuis. We hebben allebei een mooie boot gemaakt. Alleen nu is het tijd om die boot te slopen. Torben vindt dat vast niet erg. Het is toch een lelijke boot. Oké, eens eventjes kijken. Hoe ga ik dit doen? Ik heb iron. Dat iron kan ik perfect smelten hierin. Kijk eens aan met wat een... Ik gebruik wel gewoon wat slabs. En het is een blast furnace, dus het gaat ook nog eens super snel. Kijk, ik heb namelijk al 1 iron. Meer heb ik niet nodig. En dan flint, steel... Hoppakee, een aansteker. Kijk, en dan dit werkt als het goed is wel. Alleen, het werkt natuurlijk niet in het water. Kijk maar, dan gebeurt er echt helemaal niks. Hoppa. Maar, ik kan dit opblazen, maar dan is Torben al zijn spullen kwijt. Dat vind ik wel een beetje zielig. Dus de pickaxe stop ik gewoon even veilig terug. Deze verrekijker neem ik wel mee. Die vind ik altijd wel handig, want het is tijd om die lelijke boot op te blazen. Maar voordat ik de boot ga opblazen, ben ik benieuwd of Torben daar misschien wat dingetjes heeft verstopt. Want ik zou het namelijk wel leuk vinden als ik gewoon mijn eigen diamond blok kan terugkrijgen.
krijgen. Ik kan natuurlijk ook gewoon de boot in de fik steken. Sowieso dat Torben hier ergens mijn diamond blok heeft verstopt. Hier ergens. Nee. Hierboven. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon de hele boot vol zetten met TNT. Kijk, zo. Zo, de boot is ook al aan het afvikken. En ik hou nog één blokje TNT over. Au, au. Nee, 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 nee. Het ontploft al. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik vloog in de fik. Oh, dit is niet leuk. Maar de voorkant van Torben's boot, die zal hebben kapot. Nu de rest van de boot nog. Kijk, dit ook even aansteken. En ik snel het water in. En als het goed is, gaat nu alles kapot. Kijk, hoppakee. En dan, daar staat nog één blokje TNT. En als ik die afsteek, dan is Torben zijn hele boot kapot. Kijk, dit is perfect. En dan kan ik vanaf hier even mooi kijken. Doei, boot van Torben. Oké, dit is echt de lelijkste boot die er bestaat. Dus waarschijnlijk vindt hij dit zelf ook helemaal niet erg. Oh, maar het is voor mij tijd. Ik denk dat het gewoon even tijd is om mijn spulletjes te pakken. Want ik ben wel klaar met deze vakantie. Ik ben er gewoon weer aan toe om lekker terug te gaan naar Bloomberg. Misschien weer te werken als politieagent. Of misschien wat anders leuk. Te doen. Dus ik neem sowieso even wat spulletjes mee. Torben, ik heb weer even jouw pickaxe nodig. Zo, dankjewel voor de pickaxe. Ik neem sowieso dit allemaal mee. Dankjewel. Deze neem ik ook mee. Ik neem het potje neem ik mee. Ik neem de bel mee. Al die spulletjes van Torben zijn lelijke boot. Dat hoef ik allemaal niet. Zo. En dan heb ik alleen even wat eten nodig voor onderweg. Kijk, ik heb hier 5 broodjes. Dan doe ik de pickaxe doe ik weer terug in Torben zijn inventory. Dat vlees neem ik ook gewoon mee. Torben, zoek er maar lekker uit. En dan kan ik met de bootje terugvaren naar Bloomberg. Maar ik was natuurlijk de weg kwijt van Bloomberg. Maar op mijn mega grote jacht die ik heb gemaakt, heb ik een kompas. En dan kan ik, als het goed is, hopelijk de weg terugvinden naar Bloomberg. Oh, oké. Eerst het schip even repareren. Weet je wat ik doe? Hier gewoon even een slep plaatsen. Zo. We pakken het kompas erbij. Dankjewel. En eiland, ik vond het heel gezellig. Maar het is tijd om terug te keren naar Bloomberg.